Ik sta nu bij de Hofbogen en ik maak een kikker. Dit is geïnspireerd op de sculpturen die je hier in de Hofbogen vindt. Dus er zijn sculpturen van kikkers, eenden, planten. En dat komt allemaal terug in deze muurschildering. Ik ben een muurschildering aan het maken nu in de Agniezenbuurt. En hij is ook... Ik heb me laten inspireren door de geschiedenis van de Agniezenbuurt. En de heer Bokel, van de heer Bokelweg, die is daarna vernoemd, die had in 1300 heel dit gebied Noord. En hij had een vrouw en die heette Agniezen. En ze kregen een dochter en mevrouw Jannestraat. En vandaar dat ik twee jonkvrouwen eigenlijk heb geschilderd. Het aantal muurschilderingen in Rotterdam, wat komt hierna, na deze? Hierna komt een muur die in Van der Sluisstraat, ook in Noord toevallig. Dat is een muur die was ingestort tijdens een storm. En die gaat hersteld worden en daarna ga ik daar weer een nieuwe schildering op maken. Dus ook in Rotterdam Noord. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío. En wat is uw droomlocatie? Waar zou je echt willen schilderen? Nou, ik vind het sowieso al heel gaaf om meer in het centrum te schilderen. Ik heb heel veel op Zuid. Super tof ook, maar ik zou al echt nog iets echt midden in het centrum willen doen. Droomlocatie. Eigenlijk maakt me dat niet uit. Als de muur maar gewoon fijn is en er toffe mensen zijn. Ik vind het heel tof om te kletsen met mensen op straat. Dat doe ik soms iets te veel. Dus als het maar gewoon een toffe buurt is, dan maakt het niet uit waar ter wereld. Quiero